Yo guys van de Naden, welkom terug bij Mass Effect Andromeda. Dit is inmiddels aflevering 30 en we zijn hier op Kadara geëindigd. Ik ga wel de intro kort houden, omdat we eigenlijk gewoon wel weten waar we mee bezig zijn. Hoop ik dat jullie het nog weten. Het is namelijk de main story en we moeten de intel gaan opgraven. Ja, hun lullen er even doorheen. Maar we moeten dus intel gaan opgraven die een van die gevangenen heeft begraven. En dat heeft hij niet gedaan zonder reden. Dat is namelijk hele belangrijke intel over een CAT-ruimteschip. En ja, wij als Andromeda Initiative gaan er natuurlijk naar op zoek. Ja, Kadara ligt daar. Dat is die stad die we hebben ontdekt. Tenminste, de planeet waar we nu op zijn. Maar die heeft ook een best wel grote stad. Die ligt daar. Daar komen we net uit. Dus we gaan voor het allereerst deze planeet ontdekken. Daarnaast zijn er ook nog best wel wat allies en relationship missies te doen. Maar gaan we eerst gewoon eventjes main story doen. En dit is dus dat giftige water waar ze het over hadden. Je kan het wel heel even kort gaan bekijken. Ik kan sowieso ook dit eruit gooien. This area can be mined for resources. No materials detected. You can extract minerals via your mining interface. En dit? Nog steeds niet. Jezus, het water fikt gewoon omdat het giftig water is. Wat de hel. Oké, we gaan er wel gewoon even uit. Wat de hel. Hoor ik nou beesten op de achtergrond? Hier is sowieso een uitroepteken, ik weet niet wat het is. Oh, kijk, daar staat hier gewoon ook een overlever, joh. Yo, what up? Nou, ging niet goed. Welkom in ieder geval terug bij aflevering 30. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Kadara dus voor de allereerste keer in deze episode in zijn geheel. We gaan hier aan de slag en we starten eventjes met deze uitroepteken. Welkom terug. Show the support. Let's go. Taking in the view. It's spectacular. These sulfur pools are dumping grounds for bodies. People hide all sorts of evidence out here. And Kadara just keeps getting worse. My name's Sinaris. One day there'll be a reckoning for all these murders. I'm trying to collect the evidence and account for the victims. That's just bleeding heart crusader crap. I'd rather collect whatever's on the bodies and make some cash. This is Drexel, a leech. I'd prefer to shoot him, but that would kind of go against the whole grain of my work. These cesspools are scattered everywhere. If you find any bodies in your travels, let me know. Future justice will thank you. Or let me know, and I'll thank you right now. What the hell, yo? Scan 5 corpses. Je kan gewoon die corpses vinden, omdat er gewoon altijd bewijs van moordzaken wordt gedumpt in dit soort... How toxic can it be? Giftige wateren. Ja, how toxic can it be? Het is denk ik gewoon een soort van... Hoe heet dat ook alweer? Dat zuur waar je echt mensen compleet in kan wegbranden. Dit is heel gevaarlijk. Zoutzuur. Dat was heel sketchy, maar dat ging net goed. My senses read an Andromeda plant sample nearby. Oh ja, een Andromeda plant sample, die kunnen we scannen. Voor nog steeds de side quest die nog steeds loopt. Eerst die even oppakken. Die loopt al echt vanaf de Nexus van eeuwen terug. It is registered to the Parchero. Parchero? This is from the Solarian Ark. Another ark survived. Kijk, vierde plant sample pas, niet normaal. It looks like a salvage team is hunting down these lockers, meaning there's more. The Solarians are out there somewhere. Oh, wat is dat? Daar ligt daar wat, man. Er ligt daar wat op de bodem. This body was dumped here, as Sinaris claimed. I have recorded the location and relevant DNA information for any future investigation. Hoppa.
Hostiles ahead! What? Maar goed, het zal wel. Er is daar in ieder geval ook nog wat. Volgens mij is dat best wel zeldzame material. Maar volgens mij kan ik dat nooit scannen. Oh shit, oké, don't touch that. Oh shit, ik was echt bijna neer. Oké, gekke intro van de aflevering, maar ik ben het eventjes gewoon in kaart aan het brengen. Even kijken waarmee we dealen, want ik hoop dat eigenlijk nog wel te kunnen fixen, maar ik denk het niet. Ik denk dat ik neer ga. Ja, of ik moet daar net precies opspringen op dat, maar volgens mij ga ik dat niet redden. We gaan hem wel even saven voordat we het doen. Highly poisonous pathfinder. We shouldn't linger here. Uranium. Life support heeft het weer een beetje gefixt, maar dat was veel te riskant wat ik deed. Net aan goed gegaan. Malle mannen. Waarom doen we dit? Life support is weer terug. We gaan naar de Nomad. Ik heb het denk ik wel allemaal gezien zo. Even kijken, de Nomad had ik daar geparkeerd. Laten we naar die intel gaan. Laten we de main story vervolgen. Ik heb echt iets heel gevaarlijks gedaan door daar die uranium op te pakken. Maar daar heb ik nu 65 van en volgens mij is dat een pittig zeldzame soort. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Aluminium. Wat de hel is dit dan? Ja, je kan hier gewoon rondrijden en drones plaatsen langzamerhand. Hoppa! En zo verzamel je gewoon materials. Ik zag hieronder trouwens een beest. Eens even kijken. Best een OP wapen dit. Oh, what the fuck deed mijn eigen remnant tag zo ver weg. Nou goed, we pakken de remains op en gaan dan weer eventjes verder met de Nomad. Het was gewoon even in kaart brengen waarmee we dealen, maar ik had het al gescand, blijkbaar. Dus we hadden dat beest al eens eerder gezien. Niet hier op een andere planeet. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. This technology is unaffiliated with Kadara's factions. Whoa. Its owners are likely criminal class. Zo boos met z'n allen. Is that a wind farm? Must be how they power Kadara port. Okay. Gekke outpost ontdekt. Ja. Hey, Ashlyn. Assholes took everything but the rotor hub.
Trouble with scavengers? Always. Who are you? Someone who can help. Seriously doubt that. Your initiative, right? Too clean to be an exile. I'm a pathfinder. A pathfinder? On Kadara? Holy shit. You said you had a scavenger problem? Right, yeah. Bastards come at night, pick the turbines clean of parts. Expensive and annoying. Sloan doesn't provide security? Too busy with the collective. I'm not asking for guards, I just want our parts back. Any idea where I could find these scavengers? I've started putting trackers on the more valuable parts. Yard drive, generator, they've all been taken to the same nav point. I'll check it out. If the parasites put up a fight, don't feel bad about offing them. Oké, dan zijn we gewoon dat ik ze neerhaal. Begrijpelijk. Het zijn klootzakken. Waarschijnlijk zijn die criminelen waar we gewoon net al voorbij reden. Maar goed, dat is een conclusie. Je weet het nooit. Wat heb je hier? Wat is het allemaal? She was telling scavengers when to attack in exchange for credits to buy a drug called Oblivion. Bet that Krogan Merc would want to know. Oh, ik jat gewoon credits uit die kisten. Hey, dat is hem. You running security here? Trying. Krogan or not, I'm only one Merc. This lot's crazy thinking they can run a wind farm in the Badlands. Any advice for staying alive in the Badlands? Get out of the Badlands. Wow. Why do you think there have been so many attacks? All these fancy gizmos out in the open, they're begging to be stolen. We'll say, though, it's damn suspicious those scavs keep hitting the place while I'm off shift. Like someone's telling them when to strike. Okay. See you around. Dat is best wel... Whatever. Goede info. Elke keer worden ze overvallen zodra deze guy van de security er niet is. Wat bijna betekent... I don't care. Get it done. We don't have enough yet, Ilora. Then get more. Tell him to get his ass in gear. Hoor, hoor, hoor. Hey, waar ging het over? Stelletje faggots. Yuri. Yuri en wie nog meer? Zij heeft geen naam. Back off. I don't deal with Nexus scum. That's a good way to get shot, Elora. Did I ask for your opinion? Yeah, I'd listen to that guy. You're all the same, aren't you? Sloan, the charlatan, the Nexus. All looking for a power trip. Sloan should have taken the Nexus out when she had the chance. She's weak. I take it you're not an outcast, then. Got my own faction. When we take over... We'll do all the things the outcasts and collective didn't have the balls for. Well, good luck with that. Yeah. Better watch your back, Nexus. Doet ze nou cool, man. Fuck off. Oh. Ik denk ik probeer nog even met Yuri te spreken, maar nee, fuck off. En wat gebeurt hier binnen? Geen Krogan, maar ik zag wel zo'n Angarian, geloof ik. Don't touch the turbines. Shop gewoon. Well, well. You're not like the other scrubs around here. What makes you say that? Your gear. It's high quality, like the rest of you. Ooh. What can I say? I like the best. Then you're just the man I need. When the exiles came to Kadara, they hid caches of Nexus supplies all over the Badlands. Junk, mostly. Stale protein bars and rations. But among the shit are some serious weapons lifted straight from the armory. And you know this how? I help steal them. Problem is, those weapons are too good for the scum down here. And I can't sell weapons in Kadara Port without Sloan taking a cut. The cash nav point, though? You interested? It's yours for a fair price. You've got a deal. Lovely. Here's the nav point. In the meantime, feel free to take a look at what I've already got in stock.
Already can't stack. What a praat. Even kijken. We zoeken dan wapens en dan bijvoorbeeld assault rifles. Wat heeft ze daarvan? Niks gewoon, hoor. Ze heeft niks. Dan heeft ze niks boeiends voor me. Maar wie weet kan ik wel mijn junk aan haar verkopen. Welcome back. Sell all salvage. Dat is niet heel bijzonder. Nou, 330 credits. Oké, you. Zoek het uit. Jij nog wat te vertellen? Nope. Oké. Nou, twee uitroeptekens afgegaan. Tijd om misschien de andere missie voor te zetten en wie weet komen we dan altijd nog in de buurt van deze rare avonturen, maar je ziet het, hè? Everything on this planet is so pointy. Oh, what the fuck are we here? Hoe vinden jullie trouwens mijn gouden camo? Lekker cool, toch? The camp ahead is not registered in Outcast or Collective Records Pathfinder. Volgens mij zijn dit al die criminelen hier. En dit is die andere coole remnant bullshit. Dat we ook ooit moeten gaan clearen, maar daar moeten we heen voor de intel. Alright, let's go. Wat een planeetje, man, Jezus. That construct was reported stolen by both the outcasts and the collective. Hostility likely. Beetje die Morrowind vibe met deze gigantische paddenstoelen. Hey, Scudder. Get any closer and I'll hit you with a corrosive bomb. Two looters today already. You want to test me? Whoa, hey, we're no outlaws. We're friendly. Then come prove it, slowly. Door wat de hel ben ik level up? Well, you definitely don't look like an outlaw. Good thing I disarmed the traps. Sorry about that. I'm used to your kind giving me trouble. You've only seen the worst of us. We have some good ones. Well, you haven't shot at me yet. That's a start. You said you had traps around here? Corrosive traps. Made them with the gas from the vents. That's smart. You have to get creative out here. I learned sabotage when shooting stopped working. I can disable vehicles, take down shields, anything that gives us an edge over attackers. What are you doing out here? Keeping my people safe. Between the Ket and the outlaws, we've been pushed out of our homes. Some decided to dig their heels in and weather the attacks. I'm making sure they survive. Okay. Stay safe out here. No problem there. Dus ja, het probleem met deze planeet is eigenlijk dat ze niet alleen last hebben van de Ket, maar het is een soort gevecht tussen de Ket en de outlaws. Dubbele problemen. Dit is ook een container trouwens. Wie weet kan ik het gewoon legen. Kijk, hier hebben we een fast travel punt. Dat is altijd nice.
Automated protocols activated. Deploying forward station. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Heads up. Those exiles won't be on our side. Path. Looks like it goes on the ground. Hopefully there's a way down. But we're gonna need a really big drill. Activate monoliths. Okay, ook deze quest hebben we vrijgespeeld hier. This area could be viable for an initiative outpost, Pathfinder. However, for any long-term success, you'll need to find a solution to Kadara's water toxicity problems. The person running this place holds a grudge against the initiative. Doubt she'll let you settle here. What about the Charlatan? The Collective's gaining power. We do not know the Charlatan's identity. Sloane may be our only option. Vidal could offer insight. Ooh. Ja, zo lopen er nu allemaal quests door elkaar heen, want we kunnen hier natuurlijk ook settelen uiteindelijk met een outpost. Maar je ziet dat ik daar eerst weer wat andere stapjes voor moet completen. Hier, het gaat om deze area. Als het goed is kan ik hier nog niks doen. Wat me wel opvalt is dat ik hier iets... Hé, wat doen hun daarboven? Doe even chill, joh. Hier kunnen we als het goed is nog niks doen. Ja, grappig. Dit is om een uiteindelijke settlement daar neer te zetten. Dat is wel cool, maar hier hebben we wel iets anders. Zo'n SAM-node. Memory trigger. Sam, another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to SAM-node on the Hyperion to investigate further. Ja, ik heb dat ook al echt een goede lange tijd niet gedaan. Misschien is het slim om dat binnenkort eventjes te gaan doen. Ik heb het echt bijna nog nooit gedaan. Uranium heb ik zelfs nog nooit gescand. Kan je nagaan. Wow, deze planten, man. Another murder victim. I have logged the relevant information. Ik ben heel erg benieuwd waar die chests zijn. Oh, hier is er eentje. Toch? Dit is toch zo'n chest of niet? Oh wauw, er stond gewoon geen knopje. Ongelooflijk. Nou heb ik dit wapen dus gewoon dubbel. Dus dat betekent dat ik hem ga deconstructen, want ik had hem zojuist aangemaakt vorige aflevering. Er stond gewoon geen knopje, maar ik kon wel het driehoekje indrukken. Kleine glitch. Nou, ik vind het echt een hele toffe... Oh, niet sterven, joh. Ik zag niet dat daar sappie lag. Hé, hey, wat de hel is daar? Dat moet ik zo ook even uitchecken. Laat ik eerst dit weer oppakken. Ik had dat gif niet gezien. Oh, nou is het een andere. Dus misschien is het toch wel tof, of zo. Nice day for a stroll, huh? Don't mind our friend here. He's, just tired. Needed a little nap is all. Be good as new. Waarom kan ik niks met ze doen? Ik moet toch gewoon met ze kunnen spreken, man. Ze zitten hier gewoon, ze staan boven op een lijk. Ze willen gewoon een lijk dumpen en ik kan niet eens wat zeggen. Dit nou weer voor onzin. Want ze zijn nog, oh, act normal. En dan kan ik gewoon niks tegen ze zeggen, ongelooflijk. En dan gewoon weglopen. Nou goed, dit is dus een punt waar ik uiteindelijk een settlement kan gaan plaatsen. Maar je ziet dus dat het er nu nog niet zo heel erg gezellig uitziet. Giftig water, overal fucking criminelen die lijken aan het dumpen zijn. En hier kan ik nog helemaal niks mee doen.
Dus ja, we zullen de weg moeten vervolgen. En ik denk wel dat ik er bijna ben. Volgens mij is het hier. Ja, ja. Dus dat is mooi. Dan kan ik in ieder geval nog deze aflevering doen. Ik vind het misschien wel een van de leukste planeten. Ik vind de sfeer wel prima. Pathfinder, Ven Terev claimed he buried the Ket transponder near this location. Found it. That's a mess. The transponder's power source is drained. So let's juice it up. Turn it on, then Gil can work his magic. Once complete, this should provide us with the Archon's location, and in turn, Meridian's. See? We're halfway there already. I enjoy your optimism. No, toppie. Iridium pikken we ook meteen now mee. Now that that's done, perhaps you could speak to Reyes about the murders in Kadara Port. Oh, oké. Okay. Die Friend of Foe missie gaat nu ook door. En aan Gil, dat is zeg maar de engineer aan boord, daar moeten we nu die troep aan geven, wie we zojuist hebben opgegraven. Wat hebben we hierboven? Wat is dit? Doet iedereen hier allemaal? Welcome to Charybdis Point. Name's Malix. You looking for a place to hole up? Got some open beds. Food and clean water cost extra. Take it you don't have any private rooms? I could put up a sheet. I'll pass. Suit yourself. You get a lot of business out here? Our establishment might not look like much. But spend a few nights in the Badlands and we're practically hotel azure. Clean beds, warm grub, and the only place for miles with properly filtered water. Serious amenities on Kadara. Klopt. I better get going. See you around. Okay, geinig om dit soort dingen te ontdekken. Maar we hebben er dus eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Maar alsnog wel geinig om te ontdekken. Daar aan de overkant hebben we ook nog iets. Ik zag hier beneden ook mensen staan. Dat kan aan mij liggen. Hier, zie je? Yo, wat de hel doen jullie hier? Zeg ook helemaal niks. Sowieso heb ik hier nog eventjes wat ik wel wil meenemen. Iridium. Oké, dan. Alright, we kunnen het wapen ook even uittesten. Let's check hoe tof dit wapen eruit ziet. Damn. Holy shit, dat wapen. Hoe zoom ik ook er weer in? Wat de hel, waar kreeg ik die punten voor? Lijkt echt op een 50 caliber sniper rifle dit. Oké, wat hebben we te doen? Journal. Eens kijken, speak to Gil, dat is gewoon onze engineer. En dit staat open, oké. Dus hier, op deze planeet is niet eens zo heel veel meer te doen. Behalve dan plant samples en dat soort bullshit. Kijk even wat een planeet. Poepoe. Oké, laten we naar de Tempest gaan. En eventjes kijken. Ja, en daar gewoon naar Gil gaan. Om daarmee de part af te sluiten. En dan zo ook de story mission af te sluiten.
Gill's ready to talk to you about the Ket transmitter? Yep, dat had ik al vernomen en we kunnen tegelijkertijd in gesprek gaan met Core eigenlijk op dit punt. Dus dan ronden we een story mission af, omdat we gaan praten met Gill. En dan kunnen we tegelijkertijd op de Thames met Cora praten. En dan gaat haar Allies and Relationship missie verder. Het heet een loyalty missie, dus dat gaan we dan doen. Deze deur mag best wel open gaan. Sesame. Dankjewel. Nou, de gouden nomad. Veel te cool ook. Daaronder is Cora, hè? Yep. Oké. Okay. Eerst naar Gill, dan naar Cora, dan de ending van de part. Gill, here's that Ket transponder. The spy used it to get his orders. What do we need from it? The location it points to. Should give us a fix on the Archon's ship. Right. Think you can figure it out? I've been looking over the Ket tech we found so far. It may be a different galaxy, but physics still applies. Only so many ways of communicating across space. There. Give it a shot. Did you connect the... Shit, turn it off. Careful. That is a direct line to people who want to murder everyone on this ship. Sam? I have the coordinates. The signal points to the Tafino system. We sure we want to do this? I know we're still getting our feet wet. But I don't see another choice. I knew running off to Andromeda would be dangerous, but shit. This is dangerous. Only if we die. Wow. Only if we die. Ja. Nou, weer on hold. Oh nee, nee, Phoebe. Die gaat juist van on hold af. Aha, ik snap hem. Ja, nou stuurt ze me een e-mailtje zodat haar missie verder kan gaan. Net zoals dat nu met Cora is, zeg maar. Dus ook na Cora's missie kan Phoebe's missie verder gaan. Nou, Core, je bent de ending van de episode. Vertel me wat cools. We got it, Ryder. You patched up the Asari flight recorder? Some old access codes, a little data recovery from Sam. We have the Asari Ark's last heading. Nav points are set. We can head there whenever you're ready. Remember the survey ship? This might not be pretty. Are you... Handling tough stuff is my job. We need the Asari and Sarissa more than ever. I trust you to find them before the Ket do. Wow, dat was... snel en bot ofzo. Maar dit heeft inderdaad best wel haast. Dus deze loyalty missie zal sowieso vervolgen... ergens in de volgende afleveringen. Nog sneller dan de andere missies, aangezien we die zo ongeveer aan het afronden zijn. Wat is dit? En nu gewoon zo'n cool ding staat aan boord. Oké, okay. Het zal wel. Nou ja, deze missie gaat dus aan. Bij Allies and Relationships. De missie van Cora. En voordat ik dat ga doen, dat besef ik me nu ook opeens, er was nog iets op de Tempest. En dat was ik een beetje vergeten, dat is bij haar kamer. Hier. Dus laten we dat ook nog doen. Hey, Ryder. Got an encrypted message from Sid. She has news and wanted to talk to us both. Connecting the call now. Finally! I've been waiting for hours. So you want to tell us what this is all about? I was listening to outpost updates and caught a message about settlers going missing. What do you mean they're missing? They didn't leave voluntarily. No work assignments, no mining expeditions, kidnapped. I dug around, and I think I know where they've been taken. A cave on a moon in the Ramav system. Originally an Angaran mine, I think, but they abandoned it. I don't believe the planet you're talking about is a moon. Whatever. What did I tell you about getting involved? I couldn't just do nothing. How do we know your intel's even reliable? It's reliable. We'll need more than your assurances. Who's behind this? Why target settlers? Ugh, does it matter? Are you gonna not save them if you don't like why they're in trouble? Sid, just give us everything you have on this. Already done. Could I come along? I want to help. You know the answer to that.
Right, of course. Stay away from bad people, guns, bombs, Krogan beer. You did good. I just want you to be safe, okay? Yeah, yeah. Ja, en nu? Ja, die missie staat dus al aan. Dat is die ene rare HO-47 in de Raymoth system of zo. Het zal allemaal wel. Het wordt weer ingewikkelder en ingewikkelder. Ik weet niet eens wat deze kamer... Oh, dat is van Liam. Die golap, die chillt hem hier weer met pils voor de tv. Nee, bedankt voor het kijken naar deze episode 30. Een volle episode 30. Eerst een beetje actie op Kadara en daarna nu op de Tempest lopen er weer zoveel missies verder. Dus ja, ik ga jullie bedanken voor het kijken in ieder geval. Ik hoop dat jullie het cool vonden en er de volgende part weer bij zijn. En ja, dan gaan we snel verder met de game. Ik zal de mail van Phoebe nog even lezen en dan is het daadwerkelijk de ending. Ook Phoebe wil het gewoon met me spreken. Het is ongelooflijk. Het houdt me niet op. Kadara Port's pretty grisly, huh? Probably get into all sorts of trouble there. And now we're going after the Archon's ship? Sure, that's a good idea. In the absence of any others, it's an excellent one. Guess I can't argue with that. Anything else to go over? How's your current project looking? Both observers are functioning as designed. Mine will never have offensive capabilities like yours. She's just a plaything. Keeps me company. The kind of company I can shut down whenever I want, without hurting its feelings. I've been having zero-G daydreams. Me too. Wanna find a discreet place and make the dream a reality? Yep, and that made the ending. Absolutely. Tot de volgende aflevering, jongens. Later. Back to business, Pathfinder. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it.